Hey, what's up? Dit is Pim Jansen en in deze video wil ik het met je hebben over het creëren van de juiste balans tussen een focus op resultaat en een focus op het proces zelf. Kijk, als je rondkijkt, dan zijn er in het ondernemerschap of in gezondheid of in sport of in eigenlijk elk vlak van het leven wat je kan bedenken, zijn er in zekere zin een beetje twee types mensen of twee types oriëntaties, zou je kunnen zeggen. En dat is, één is een oriëntatie of een focus op resultaat en twee is meer een focus op het proces, focus op de groei. En beide zijn heel erg belangrijk. Kijk, aan de ene kant heb je, ook in persoonlijke ontwikkeling, hè, heb je de motivational speakers die volledig op het resultaat gefocust zijn. Zorg dat je meer doet, je wilt je doelen behalen, je hebt je doelen helder voor je. Zorg dat je meer succes behaalt, meer dit, meer dat. Aan de andere kant zijn er ook veel mensen die heel erg op het proces gefocust zijn. Zorg ervoor dat je geniet van het proces. Wees dankbaar voor datgene wat je nu al hebt. Maar ook gewoon focus je op het eigenlijk al tevreden zijn met wat je doet, terwijl je puur op die acties focust. En wat is mijn perspectief daarop? Kijk, ik geloof dat beide hun eigen kracht hebben, maar dat beide ook hun eigen valkuil hebben. Kijk, allereerst, wat is de kracht van een focus op resultaat? Allereerst, de kracht van een focus op resultaat is dat je heel specifiek kan richten op, hey, wat doe ik en wat levert het vervolgens op? Een bekend principe is de Pareto rule, de Pareto regel of de 80-20 regel. Wat in essentie wil stellen dat 80% van je resultaten vaak voortkomen uit 20% van je acties. Dus als ondernemer kan je allerlei verschillende dingen doen en je kan bijvoorbeeld 30 verschillende marketingcampagnes hebben. Maar wat je zal merken is dat misschien 2 of 3 van die marketingcampagnes uiteindelijk meer resultaat hebben dan de andere 27. En als je een sterke focus hebt op resultaat in het leven, dan zorgt dat ervoor dat je veel meer door zal hebben en in de gaten zal hebben welke van die marketingcampagnes in dat geval ook echt effectief zijn, zodat je de rest uit kan zetten, right? Dus het zorgt ervoor dat je bezig bent met de dingen die ook daadwerkelijk werken. Nou, aan de andere kant, wat is de valkuil van een sterke focus op resultaat? Sterke valkuil kan zijn dat je in de highs en lows van het resultaat meegenomen wordt. En het ironische is dat je resultaat niet altijd onder controle hebt, right? Ik bedoel, ik had een jaar geleden of 2 jaar geleden had ik een doel kunnen stellen en kunnen zeggen, oké, ik ga een seminar geven en een seminar organiseren in 2021, begin van het jaar, en ik ga 500 mensen in de zaal krijgen en ik ga alles eraan doen om dat voor elkaar te krijgen. Een complete focus op resultaat, right? En dan breekt corona ineens uit en dan zijn er allerlei maatregelen en dan is het fysiek letterlijk onmogelijk om met 500 mensen in één zaal bij elkaar te komen. Dus in dat opzicht zou een te sterke focus op resultaat, zou daarin enorm in de weg staan. En dat is iets wat ik ook heel veel heb gemerkt in mijn leven. Dat als je heel sterk gefocust op resultaat, tot een punt waar je zo sterk gemotiveerd bent om hoe dan ook koste wat het kost dat resultaat te behalen, dat het één vaak tot enorme emotionele schommelingen kan leiden, omdat je afhankelijk bent van het resultaat wat je krijgt. En twee, misschien nog wel belangrijker, in ieder geval voor de mensen die een hele sterke focus hebben op resultaat, nog belangrijker is dat het vaak de kans op het resultaat verlaagt. Misschien heb je dat zelf wel eens gemerkt, dat als je iets echt heel graag wilde en je was er voortdurend mee bezig, maar je was er mee bezig op een manier dat je het eigenlijk niet de gedachte kon verdragen dat het niet zou gebeuren of dat het niet zou lukken. En dat het juist daardoor niet lukte, right? Noemen we ook wel eens afhankelijkheid. Als je afhankelijk bent van een bepaald resultaat, voor je geluk of voor je gemoedstoestand, is vaak de kans een stuk kleiner dat het gebeurt. Helemaal als het gaat over sociale interacties. Omdat mensen dat praktisch kunnen ruiken, dat je afhankelijk bent, right? Dat merkte ik zelf heel sterk toen ik in de verkoop werkte. Dat als ik was altijd super gemotiveerd en
kan me nog zo goed herinneren dat vaak de sales manager dan bijvoorbeeld aan het einde van de dag opbelde. En dat ik zei van, ja, ik weet niet wat er aan de hand is. Ik heb nog steeds geen verkopen gemaakt en ik heb de hele dag geen pauzes genomen. Ik ben alleen maar achter elkaar doorgegaan. Ik heb dit gedaan, dat gedaan, dat gedaan. En ik snap het niet en dit en dat. En uiteindelijk, waar het dan vaak 9 van de 10 keer op neerkwam, is dat ik gewoon ietsje meer moest chillen. Dat ik het gewoon iets rustiger aan moest doen. Iets meer grapjes moest maken tussendoor. Iets meer ontspannen moest zijn. Omdat de afhankelijkheid was zo sterk. Ik wilde het zo graag. Ik was zo gemotiveerd om resultaat te creëren, dat ik in mijn eigen weg begon te staan. Dus dat kan de valkuil zijn van een sterke focus op resultaat. Als we de focus nu verschuiven naar die focus op het proces. Hè, wat is een voordeel van het focus op het proces? Is uiteraard dat je minder afhankelijk bent. Hè, dat je gewoon kan focussen op de acties en kan vertrouwen dat de juiste acties uiteindelijk wel tot het gewenste resultaat leiden. Right? Als je een sixpack wil hebben, ja, dan kun je de hele dag focussen en bezig zijn met die sixpack. Of je kunt focussen op, oké, wat heb ik daarvoor te doen? Bepaalde buikspieroefeningen, zodat ik dat resultaat kan behalen. Dat noem je ook wel procesdoelen. En je stelt doelen niet op, oké, ik wil een sixpack, maar je stelt doelen op basis van, ik ga 4 keer per week ga ik buikspieroefeningen doen bijvoorbeeld. En het kan heel effectief werken, want door procesdoelen te hebben, ga je er eigenlijk vanuit. Hè? Dat is eigenlijk je systeem. Ik zeg altijd, je systemen, dat is uiteindelijk waar het om draait in het leven. Als je de juiste systemen creëert in je bedrijf, in je gezondheid of in andere vlakken van het leven. Wanneer je de juiste systemen hebt, dan komen de resultaten en de uitkomsten komen eigenlijk praktisch vanzelf als gevolg daarvan. Dus het spreekt een beetje voor zich. Hè? Het focus op het proces is enorm krachtig en zorgt ervoor dat je minder afhankelijk bent. En dat je vaak focust op het creëren van de juiste systemen en het creëren van de juiste processen. Nou is de valkuil van een focus op het proces, als je enkel en alleen op het proces gefocust bent, is dat je dus zo onafhankelijk bent van het resultaat dat je als eerste misschien niet in de gaten hebt of het wel effectief is wat je doet. Misschien doe je wel de verkeerde buikspieroefeningen en heb je een jaar later nog steeds niet door dat je eigenlijk helemaal niet vooruit bent gekomen, ondanks dat je wel 4 keer per week aan het sporten bent. En twee is dat het ook soms minder motivatie kan geven. Of minder een sterke richting kan hebben. Dat je eigenlijk maar actie neemt om het actie nemen. Dat zie je ook wel eens in, ik denk dat het wel een beetje een karaktereigenschap is van de westerse wereld. Dat we soms druk zijn om het druk zijn. Zoals ondernemers 80 uur per week werken om maar een harde werker te zijn. Of misschien in een bedrijf dat je 80 uur per week werkt om te laten zien dat je gemotiveerd bent en dat je committed bent. En dat jij de persoon bent die de langste uren maakt, zodat jij de meest gemotiveerde persoon bent. En dat is allemaal leuk en aardig, maar is het dan echt effectief? Ja, als je zoveel uren maakt en zoveel dit doet en zoveel dat doet, heeft het wel zin? En een prachtig boek, wat exact het tegenovergestelde daarvan is natuurlijk de 4-Hour Workweek van Timothy Ferriss. Een van de eerste, het eerste boek wat ik ooit las over ondernemerschap. Wat heel sterk gaat over die 80-20 regel. Wat heel sterk eigenlijk resultaatgericht is. Minder doen, maar meer resultaat bereiken. Dus, conclusie. Beide hebben hun eigen kracht en beide hebben hun eigen valkuil. In mijn ogen en in mijn ervaring is het meest krachtige een combinatie van beide. Je start met een resultaatgericht doel. Waar wil je naartoe? Ik kan zeggen, een van mijn doelen is om miljoenen mensen te bereiken, miljoenen mensen te inspireren. Een ander doel is om een team te hebben van 10 man of meer die mij helpen binnen mijn bedrijven, die echt uitmuntende resultaten neer kunnen zetten. Dus je hebt zo'n aantal resultaatgerichte doelen, die geven je een richting. Die zorgen ervoor dat je een koers hebt van oké, hier gaan we naartoe, als een soort kompas. Vervolgens wil je kijken, oké, wat zijn de juiste systemen, de juiste gewoontes die mij gaan helpen om dit uiteindelijke resultaatgerichte doel te bereiken. En wat voor mij heel erg helpt is om vervolgens
bezig te gaan met de systemen. Te vertrouwen dat die systemen leiden tot de gewenste uitkomst. Dus dat die systemen me gaan helpen om mijn doelen te bereiken. En eens in de zoveel tijd te checken. Dus bijvoorbeeld eens in de week of eens in de maand. Even de tijd te nemen om de resultaten van je systemen erbij te nemen. Te kijken, oké, wat hebben mijn gewoontes, mijn processen me tot nu toe opgeleverd? En is dat in lijn met die doelen die ik voor mezelf heb gesteld? Dat is hetgene wat voor mij in mijn ervaring tot nu toe het beste werkt. Nou, uiteraard werkt het voor iedereen net anders. Hè? Sommige mensen hebben gewoon meer een voorkeur op een resultaatgerichte aanpak. Sommige mensen hebben meer de voorkeur voor een procesgerichte aanpak. Het is maar net waar jouw eigen voorkeur in ligt en misschien waar jouw eigen valkuilen in liggen. Ik weet van mezelf, als ik te veel resultaatgericht ben, ja, dan kom ik in een soort van geobsedeerde modus. En dan ben ik dag en nacht alleen nog maar bezig, waardoor ik te afhankelijk raak van een bepaald resultaat. Dus ik weet voor mezelf, is het daarom beter om, als ik de resultaatgerichte doelen eenmaal heb gesteld, om dan gewoon te vertrouwen en te zeggen, weet je wat, het komt vast wel goed. En ik ga me gewoon focussen op de juiste processen, de juiste systemen, de juiste gewoontes creëren in mijn leven, die als vanzelfsprekend uiteindelijk tot de gewenste resultaten gaan leiden. Goed, dat was mijn boodschap voor vandaag, voor deze video. Ik wens jou vandaag uiteraard een prachtige en een fantastische dag toe. Als je deze video waardevol vindt, denk eraan om eventjes op de like-button te klikken. En als je meer van dit soort waardevolle video's wilt zien, abonneer je dan eventjes op mijn YouTube-kanaal. Dan zien we elkaar een volgende keer. Ciao!